Goedemorgen allemaal. Morgen. Nou, we gaan weer naar het volgende plekje. We gaan naar Rochel. Naar Rochel. We gaan 15 kilometer of 20 kilometer gaan we rijden. Dus, ja, dus opschieten. Ja. Dan gaan we in de file. Ja. Jullie gaan het zien daar. Hoi. Zo, we zijn er. Bijna. Bijna, nog 500 meter. Een helse rit van 15 kilometer. Ja, dat was een aardig, hè? Drinken moeten tanken. Ja. Nog even terug te komen op dat Polar Steps. Ja. Dat is niet echt ons ding. Nee, mensen, dus voor degene die ons volgen op Polar Steps, die hebben we uitgezet. Ja. Wij vergeten het gewoon echt iedere keer. Ja, wij zijn daar gewoon niet van. Nee. Dus bij deze vink jij maar weer af. Ja. Wij zijn echt van de filmpjes maken, dat zijn we gewend, iedere week en net zoals nu. Ja, dat is automatisme. Ja, maar die polenstaps, ik ben het gewoon niet gewend. In het begin gaat het nog wel en dan vergeet ik het en dan zeg ik het 20 keer en laat maar. Ja, en dan, dus we hebben zoiets, gaan we niet meer doen. Nee. Ja, in ieder geval hier recht vooruit. Ja, we zitten bij een aspergeboerderij of... Ja? Asperge, ja, boerderij. Twee keer, geval, ding. Dit is een nieuwe camperplaats, volgens mij 3 maanden open. Ja. Camperplaats Leudal in Rochel. Nou, het is goed begonnen. Aardige eigenaar, leuke ontvangst. Kijk eens even, en dit ziet er toch ook al goed uit hoor. Hier kun je grijs water lozen, kan op 2 kanten erop rijden, groot zat. En de grootste zit nu onder de camper. Vuil deponeren en het chemische toilet legen en reinigen. Super mooi, handig, functioneel. En daarbij, het ziet er nou natuurlijk allemaal nog wel wat kalig uit, want het is echt net open. Dus het moet allemaal nog groeien. Daarachter zie je de bossen. Maar we gaan de rest dadelijk nog wel eventjes laten zien. We hebben plekje 10. Nou ja, plekje. Plek. Kijk, het is echt bizar. Echt een onwijs grote plek. Hier zit ook nog een, dat is niet bij iedere plaats, maar hier zit ook nog een waterkraan. Moet kijken hoe groot dat de plek is. Bizar, hè? Mooi, joh. Kost 15 euro. 15 euro per nacht. Inclusief alles, behalve stroom. Als je stroom wil, is dat 3 euro. 3 euro per 5 kilowatt. En ga je over de 5 kilowatt heen, dan betaal je 50 cent voor een kilowatt. Nou, fantastisch. Nou, ik zal die tegenbouwtje even laten zien. We gaan eerst even lekker wat nippen. Motie legt lekker... onder de camper, want het is best wel benauwd. Het is iets van 25 graden. Maar zo'n grote plek heb ik eigenlijk nog nooit gehad, hoor. Dat vergat ik nog even te zeggen. Die stroom, die 5 kilowatt per dag, voor 3 euro, dat is 16 ampère. Dus je kan lekker gas geven als je wil. Ik zit even lekker te relaxen. Even een lekker vers wit bolletje aan het eten. He? Lekker, hè, meis? Ja. Lekker, hoor. Ja. We hadden nog lekker een eitje op. Die hadden we meegenomen van Kessel vandaan. Dat is echt, echt super geregeld daar, hè? Gekookte eieren, dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb wel verse eitjes gezien en zo. Maar deze zijn gewoon al gekookt. Ja, super lekker. Ja, dus het was nou lekker makkelijk. Ja. Nou, en als we klaar zijn, dan gaan we fietsen, geloof ik, hè? Ik heb eventueel een route van 37. Zo! Maar we kunnen ook even naar dat hokje daar lopen. Als het goed is. En zo kan het klaar zijn. Nou, dan doen we dat zo even, joh. We zijn even naar het info-hockey aan het lopen. Even kijken wat daar allemaal te beleven is. We weten het niet, hè. Het is ook nog leuk van die bereikbare bakken. Ja. En dan hier een vuurkorf, een kachel, houtkachel. Hier hebben we nog enveloppen. Wat folders. Ja, spelletje.
Nou, leuk hoor. Picknickbanken. Lekker even hier kunnen zitten met z'n allen of wat dan ook. Overdekt. Kunnen ze ook binnen zetten. Maar ja, dat is nu niet nodig met dat mooie weer. 1 minuut van de campplaats vandaan. Boom, boys. Daar houden wij van. Kennen we als we willen gewoon s'avonds even lekker een stukje gaan wandelen. Wanneer dan ook. We gaan nu even een stukje fietsen. Volgens mij heeft Natasja iets uitgezet naar een kasteel of zo. 3,5 kilometer, niet zo gek ver. Maar hier kunnen we dus eventueel vanavond de bos af in. We zijn volgens mij bij het kasteel aangekomen. Kijk. Hier de parkeerplaatsjes van de B&B en de restaurant en zo. En hier nou heb je al een stuk van de kasteeltuinen. Kijk. Als ik mij dan omdraai, dan hebben we het totale plaatje. Mooi hoor. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. We zijn weer onderweg naar een kasteel volgens mij, hè? Ja. We zijn even off-road. Maar ja, dat is tegenwoordig geen probleem meer. Dus. We gaan weer een paadje naar beneden. Wordt steeds gekker, joh. Maar ja, het is te doen, dus. We zijn uitgekomen bij de Leunmolen. 250 jaar bestaat al, staatsbosbeheer. In 2023 bestaat de huidige Leunmolen 250 jaar. Hij staat er al veel langer. Het is gerekend vanaf het moment dat de herbouw klaar was in 1773. De Leugaard heb je er ook nog bij. Ik zal er eventjes een zwiepetje van laten zien. Is de Leugaard. Leunmolen met een waterrad die helaas nu niet werkt. Kijk. De Leunmolen, daar zien jullie het rad. Werkt helaas niet, wat ik net al zei. Wel super top. We komen bij de Sint-Elisabeth-hof. Gaan we even wat drinken. Het is een goede temperatuur, dus ik moet even wat nattigheid hebben. Proost. Moosje, we hebben wel een klein beetje last van de warmte hoor. Ja. Het zonnetje schijnt allemaal niet erg, maar het is aardig benauwd. Maakt niet uit, hij heeft net lekker water op. Dus kun je even lekker een beetje uitrusten en in zijn mandje vangt hij altijd wind. Hè. De geschiedenis is de leermeester van het leven. 1940-1945. We zijn weer terug van ons fietstochtje.
Gewoon een klein fietstocht, ik geloof 12 kilometer of zo. Een beetje door de omgeving crossen, kasteel kijken en zo. Dan gaan we even naar achter kijken, want daar hebben ze een of andere vuurstookplaats in het bos. Dus dan gaan we daar eens even kijken. Hier staat de camper. Kunnen we zo dat paadje aflopen hier. En dan komen we bij, bij de vuurstookplaats. 25 plekken hebben ze. Het is echt een waanzinnige grote plek hoor. Volgens mij doen ze de buitenste doen ze groot. En de binnenste wat kleiner of zo. Kan er ook naast zitten. Nee, dit zijn toch wel weer twee plekken. Ja, dit zijn twee plekken. Maar ja, dan praat je over daar vandaan. Ja, het is echt groot. Dan hier. Nee, daar is echt niks op aan te merken. Het zijn echt super plekken. Jammer van de gruus. Het gaat allemaal in mijn slippen zitten. Nou, we lopen daarheen. Het is superleuk gemaakt. Althans, superleuk gemaakt. Het zou er al wel geweest zijn, stukboys. Een stuk gras daar nog. Zo in het bos. Hier zit je. Naar een vuurstookplaats. En in het hockey. Nou, het zou goed zijn. Ah, er zit hout in. Ja, ik zie het al. Er ligt hout in en er staan al wat stoeltjes. Ja, het is gewoon even gewoon zo'n rustig plekje achteraf. Kijk. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Onze eerste nacht op Leudal. Prima. Ja, goed. Ja, uitstekend bevallen. Lekker rustig. Niks op aan te merken. Heerlijke camperplaats. Een aanrader vind ik. Ja, he? Tot nu toe sowieso. Au. Wat doe je? Kiekeboel. Nou, we gaan even fietsen. Tas hebben we route uitgezet van 38 kilometer of zoiets. Weet ik veel. Joh, het is heerlijk weer. Het is gewoon warm. Maar we mopperen niet. Nee, nee, absoluut niet. Gisteravond een gezellige avond gehad. Bij ja. Anita en Marcel. Ja, was heel gezellig. Jongens, dankjewel. Dankjewel. En lief dat jullie ons gehaald hebben. Ja, zeker met die regen. Het heeft even gisteravond aardig geregend. Maar ja, daar hebben we niks van gemerkt. Want we hebben lekker onder de overkapping gezeten. Ja, en Moos lekker met Krummel gespeeld. Yes. Dus die was ook weer helemaal happy die peppy. Zo is het. Nou, we gaan even lekker een stukje fietsen. Ja, en wat we gaan zien. Dat weten we niet, hè? De zon in ieder geval. We zijn even gestopt. Lekker op een bankie. We hebben kilometer of 15 gehad. En we staan bij Standaardmolen Aurora. Superleuk. We gaan hier heel de fietstocht filmen. De bos hebben jullie al gezien. Ik ga gewoon een paar stukjes filmen, anders wordt het allemaal even verder. Vaker gezegd. Kijk. Hier is hem. Mooi toch? Walibietjes komen we onderweg tegen. Grappig. Jammer van die weg op de achtergrond. Zie je, staat wel albino. Tof hoor, daarachter ook nog. Hoppa, treffen we vandoor. Leuk. We zijn even afgestapt. Wat zijn we tegengekomen? Piepers en zo. Kijk, daar hebben we jouw kleur Fiatje. Piepers en zo. Ja. Wat is piepers en zo? Nou, dat is een of andere tent waar je koffie kan drinken. Kijk. Dat is een fantastische kleur, een uitje. Nou, eens even kijken of we zo'n plekje hebben. Het is vrij druk. Nou goed, we zien het.
zit er lekker even. Even een beetje zo, want het is erg druk op het terras. Ja, het is heel erg druk. We hebben even portie nachos besteld. Dan gaan we die even lekker eten. Het is heerlijk weer, lekker buiten. Terrasje. Ja, en het is absoluut druk. Ja, het is lekker om eruit te gaan. Ja. Het is echt vooral blijven komen. Ja. Als er een komen en gaan, maar het gaat nog niet zo uit. Nee, het blijft. Ja. We gaan even lekker eten. En dan gaan we op de fiets. Ja. We zijn alweer een tijdje terug bij de camper. We zijn lekker aan het chillen buiten. Heerlijke temperatuur. En was iets van 35, 36 kilometer of zo, hè? Een leuk rondje. Ja, was een hartstikke leuk rondje. En aanbeveling, piepers en zo. Ja, dat die e-tent waar we... Waar het zo druk was. Ja, waar het zo druk was. Dus piepers en zo, heet dat? Ja, het is van 2 meiden, geloof ik. Ja, plaatsje weet ik niet meer waar het zat. Ik ook niet. Joh, hey, zoek het even lekker, lekker op Google. Al ben je hier op de camperplaats, moet je piepers en zo... Echt een heerlijk etentje. Ja. Nou, gaan we daar maar even de queue aan gooien. Ja, jongens, een tijd geleden dat we de queue op beeld hebben gehad en dan we verlees naar binnen hebben gewerkt. Dus ja, we hebben niet zo gek voor op vandaag. Nou. We staan niet zoveel op beeld, dat is weer wat anders. Ja, inderdaad. Hoe laat leven we? We leven 5:50 of zo. Het is vrijdagavond. Ja. Hoi hoi, het is weer vrijdag. Ja. Kijk, hij staat weer te pruttelen. We gaan lekker eventjes barbecuen. Ja. Het is nog mooi weer. Het is een uur of 7 denk ik. Of 7:30, weet ik veel. 7:30 geweest. Ja joh, ik heb de camper. Ik heb die kant nog eventjes een beetje gepoetst. Dan is je liever weer naar binnen. Ja, tuurlijk. We gaan eten. Dus hij wil zijn kluif halen. Ja. En wij gaan lekker eten nou. Ja. Ik zou nog eventjes het sanitaire buitje filmen. Kijk, hier een buitenafwasplaatsje. We gaan eens even kijken hier binnen. Ja, dit zijn eigenlijk de welbekende sanitaire buitjes. Hè. Wasbakje, toiletje. En douche in één. Prima hoor. We zijn klaar met eten, uitgegeten, koffie op, en nog even een stukje lopen. Klein stukje bos in. Ja, nou dan bos, dat is echt, dat zei ik gisteren al, 2 minuten of 1 minuut daar, met de fiets. Daar zie je de schuur. Ja, je ziet daarachter zie je die schuur, ja. Als je die kan zien. Ja. En daar is het, en hier lopen we al in het bos. Dus. Gaat goed komen, hè? Lekker hoor, zo'n beetje door het bos heen stiefelen. Nou, en even geleden. Die varens die zijn groot. Ja, die varens zijn hier echt super groot. Ik denk dat ze wel 2 meter zijn. Ja, bizar hè? Die daar zo doen. Ja, ja deze zijn iets kleiner. Lekker en moos. Ja, het is de laatste dagen vooral gefietst hebben. Dat we gefietst hebben. Ja. En nu lekker lopen. Gaan aftellen. Ja, nog een weekje of zo hè? Ja. Het is hard gegaan, hè? Ja, 4 weekjes. Nog een weekje hebben we. Lekker hoor. Heerlijk. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vandaag is zaterdag. We gaan weer vertrekken hier bij Leudal. Ja, we gaan naar de gemarkeerde route. Dat hoor ik. Dat gaan we sowieso. Ja. En dan gaan we kijken op camperplaats Roerdalen in Sint-Odiliënberg. Sint-Odiliënberg. Nou, gaan we daar eens kijken of er nog überhaupt plek is. Ja, dat schijnt wel even een dingetje te zijn. Ja, het is de eerste week van de schoolvakantie, hè? Ja. Maar... Ook geen erg in. Nee, toch. En, maar ja, we gaan het zien. En zo is het. Gaan we weer over naar plan B. Zo is het. Je ziet ons zo weer. Tot straks. Zo, nog 500 meter als het goed is. Ziet er leuk uit in de omgeving. Ja, in de bossen, denk ik. In het bos, langs het bos. Nou, we gaan het zo zien. Nou, op hoop van zegen. Ja, het staat aardig vol, hè? Ziet er druk uit. Ja. Maar
Hey, we hebben maar één plekje nodig. U hoeft zich niet te melden. Zoek een plekje uit met een groen nummer. Zoek een plekje uit met een groen nummer. Ja. Betalen voor vertrek. Oké. We gaan het zien. Hier heb je in ieder geval een looppunt. Waterinname, toilet. We gaan even kijken. Maar even de camper ergens neerzetten. Daar staan we dan. Camperplas Roerdalen. Plek voor 25 campers. €15. Al inclusief. Buiten de stroom. Want de stroom is via de paal. Kan je geld ingooien. En dan heb je 16 ampère. Prima. Kijk, dat zijn die palen. De bekende palen. Even gelijk bij het sanitair gebouw kijken. Sanitair gebouwtje. En bij het infohockey. Nou, dit is zo'n sanitair unitje weer. Met wc, inclusief wasbak en douche. Met mengkraan. Nou, fantastisch toch. Dit is het infohuisje. Het is betalen met een envelop. €15 in een envelop invullen. En dan kan je hem hier in de brievenbus gooien. Voor de rest staan er nog wel wat spelletjes te lenen. Nou, super hoor. Mondje. Weer een leuk plekje voor die €15. Ja, toch? Kijk, hier heb je het plaatsnummertje erop. Aankomstdatum, vertrek. Zo'n huisdier. Nou. Hier heb je ook nog aparte toiletten. Twee. Zag ik ook nog toevallig. En aan deze kant heb je dat sanitair gebouwtje met de douche erin. Wat daar al laten zien van het waterlozen en wc-lozen en water innemen. En hier heb je nog van die kubuskisten. Hier kun je je vuil in doen. Restafval, glas en papier. Nou, mooi, kunnen we ze gewoon weer met de trekker oppikken en weg ermee. Overal aan gedacht. De wandelroute is begonnen. Nou, we gaan gelijk het paadje in. Leuk. Dit is 50 meter van de campplaats vandaan of zo. Wel weer even lekker hè, na drie weken of zo. Dus het is inderdaad aan de rand van het bos, als het goed is. Drie weken weer even lekker stappen. Yes. Ik ben even gaan zitten. Die tas staat daar. Die is even aan het kijken hoe het valt. Maar het begint al best wel weer aardig warm te worden. En het is weer even wennen, want we hebben drie weken haast niet... Ja, je hebt wel gelopen, maar niet gewandeld. Dus gisteravond voor het eerst weer. Dus we moeten er weer even een beetje in komen. Het is al die weken veel te warm geweest. Dus. Maar lekker lopen hier ook. Prima, niks te klagen voor de rest. We lopen nu een stukje over natuurbegraafplaats Bergenbos. De plaats is weer in zicht. We hebben het rondje er bijna op zitten. Nou hè. Ja, hij viel zwaar hè. Het werd ook in één keer warm. Ja, dat zei ik net ook al. Het is gewoon omdat we drie weken eigenlijk niet meer gewandeld hebben. Alleen gefietst. Dus moeten we er weer even een beetje in komen. Een stukje afgesneden. Ja. Maar hey, prima. We zijn er weer. Ja toch. We gaan lekker even wat nippen. Ja. Droog. Droge muil. Toch? Ja, hadden we wat drinken bij. Tenminste, lijkt wel een woestijn. Ja, wat drinken bij ons. Nou. Moosje, wat dacht jij er is van, jongen? He? Lekker naar de camper, hè? Ja. Gaan we doen. 25 plekjes.
Volgens mij staat hij gewoon vol. Even, hoe heet dat? Even de tekencheck. Huh? Mooi bijhouden. Ja, je hebt kans dat er wel één is. Maar ja, toch hier en daar haal je er nog wel één af hoor. Ja, vooral van de poppen. Hij zit overal natuurlijk met snoeien. Ja. Nou, daarachter in die bossen zijn we eigenlijk gestart en hebben we zo'n hele ronde gemaakt. Dus we zijn weer even buiten. Vanmiddag toen we terug waren gekomen van de wandeling hebben we even tukkie gedaan. Ja, even lekker. Toen hebben we bezorgd, thuis bezorgd. Ja, was goed. Gedaan, ja. Een of andere restaurant hier in dorp. Ja, nee, volgens mij een dorpje verder, maar lekker belangrijk. Ja, lekker gegeten. Een maaltijdsalade met biefreepjes en jij had varkensaas thee, hè? Ja, varkensaas thee menu. Milkshake erbij, lekker hoor. Nu even envelop in de bus gedaan hier. Morgen vertrekken we weer. Waarheen weten we nog niet precies. Nu een muisje eventjes nog uitlaten. Het is wat frisser geworden. Maar ik kom misschien ook zo'n milkshake op hebben. Misschien moet gewoon mensen met korte mouwen lopen. Ja, ja, en kijk. Die hard. We hebben de korte broek nog aan. Ja, ik heb gewoon... Ja, je wandelbroek. Mijn nieuwe zwedenbroek aan. Ja, je nieuwe zwedenbroek. Kijk, een beetje hanken nog omheen. Ja. Je hoeft je eigen niet aan te melden. Oh, het knippert zo'n beetje. Ja, ze hebben die flikkerlicht. Zoek een plek uit met een groen nummer. Het is namelijk zo, als je hier meerdere dagen blijft en je hebt zoiets, ik ga even met de camper weg, dan hangt er ook een rood bordje achter. Die kunnen dan voorzetten. Dat de mensen zien dat die plek in ieder geval nog bezet is. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zondag. Camperplaats Roerdalen. Die gaan we weer verlaten. Ja, leuke plek. Ja, absoluut. Hele leuke plek. Nette prijs. Zo, ja, je loopt zo het bos in. Ja. Dus... Die hebben we ook weer gehad. Ja, jammer dat het op zich voor ons een eind weg is. Ja. Anders had het een leuke plek geweest ook voor de weekenden. Ja. Dat is te ver karren. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Het is nu maandagochtend. Ja, het is nu maandagochtend. Jullie zien, als het goed is, dat we gisteren zijn vertrokken. Ja. Gisterochtend. En wij staan alweer op een nieuw plekje. Ja. In gezelschap met andere mensen. Maar ja, dat gaan gezellig. Jullie zien in een andere vlog. Ja. Deze vlog was hartstikke lekker. Twee nieuwe camperplekjes voor ons. Voor ons sowieso nieuwe. En de eerste is natuurlijk een hele nieuwe camperplek. Ja, bij de Aspergeboer. Leuke plek. In Leudal. Ja. Ja. Ja, dat was heel leuk. En hoe heet het? En de tweede waar we nu weggaan. Ja. Ja, zeg het maar. Hoe heet die? Roerdalen. Ja, Roerdalen. Goed zo. Ook hartstikke leuk. Het was ook... Oh, hey. Wij zagen iemand in beeld lopen. Sommige mensen die zullen denken... Hey. Ja, wat een bekende. Die kennen we. Ook een leuke camperplaats. Ja. Prachtig om te wandelen. Alleen wij zijn één dagje geweest. Ja. Ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En reacties ook leuk. Ja, duimpjes en heel de flikkerbende. Ja toch? Doe maar gewoon waar je zin in hebt. Okidoki. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei.